En in de laatste rechte lijn zijn er toch altijd Jelarni Evboko is die leidt. Jelarni Evboko die heeft 3 lengte voorsprong op Deerne BZ. En op de 3e plaats erachter dan Piero Cavenga. Duidelijke afstanden tussen de paarden. En we gaan op weg naar de finishlijn. Jelarni Evboko is de winnaar. Op de 2e plaats is het dan Deerne BZ. En daarachter dan Piero Cavenga. We danken in dit geval Lift Protect voor hun bijdrage aan het welslagen van deze dag. En ik kijk even naar Martin de Waal of wij de winnaars ook daadwerkelijk mogen gaan huldigen. Martin, dan wel een van de andere comitéleden. Hebben wij groen licht voor de winnaars? We krijgen een duim van Loek van der Ham en dus kunnen we overgaan tot het huldigen van Jelarni Evboko en Bas Krebas. Even kort bijpraten met Bas. Bas, je had niets te veel gezegd. Nee, was super. Magistraal die merrie. En ik had al een berichtje volgens mij in Oostenrijk op de finish. Kijk aan, van Thomas. Ja, Thomas zal ik super blij. We zijn allemaal super blij mee. Heel veel geduld gehad. Hij was eigenlijk al weggegeven als fokmerrie. Maar Astrid, we houden hem nog even. Zo goed, dan train ik weer verder. Nou, top. Ja, er zijn wel eens van die momenten. Ik weet dat Chitsen ze vroeger ook wel eens had. Die had van die paarden die dan geblesseerd raakten als jong paard. En dan kwamen ze als 5-jarige terug en dan waren het kanonnen. Ja, dat ken met deze ook. Kijk, ik ken rustig natuurlijk. Als ik niet wolven op zoek, 5 achter elkaar binnen. Dat is toch lekker? Ja. En voor het kampioenschap? Ja, zeker. Maar volgende keer lijkt het jong lekker. Heel goed. We gaan wat moois voor hem zoeken. Je kunt in de handen voor Jelarni Evboko, Bas Krebas, de winnaars van de Lift Protect prijs. Uw applaus. De eerste koers, Lift Protect Elma's Run prijs. We danken de sponsoren voor naamgeving en de naamgevers voor sponsoring. Vlag omhoog. Standby. En de paarden zijn gestart. De eerste start is gevallen. Die gaat niet zo goed voor Danielle Hallink. Die vergist zich in de gangen. En het is na de start Gigi die de leiding heeft genomen en 2-3 lengte voorsprong neemt op Hummer Vrije Nessen. Dion Burgenswijk komt aan de buitenzijde. Uitgeschakeld paard nummer 1. 1 galop. Evboko, terwijl Danielle Hallink onder de bel van uitschakeling is gevallen. En daar een galoppade ook voor Hummer Vrije Nessen. Die is op dit moment weer gezet. En de deelnemers ronden de koelboxbocht en gaan op weg naar de overzijde van de baan. En Gigi leidt met 1,5 lengte voorsprong op Dion Burgenswijk en Jelarni Evboko daarachter. In 4e positie is het dan Ivana Europort. En zo zijn we aan de overzijde van de baan. 2 lengte daar weer achter. Deerne BZ, dan Dawson City Jewel. En aan de start van het veld hebben we dan Piero Cavenga. En dat is de situatie als de paarden dan halverwege de overzijde zijn en de manegebocht naderen. Met een voorsprong van 2 lengte voor Gigi. En Will Steur, die heeft nu nog maar een lengtevoorsprong, want het pak komt dichterbij. In de vorm van Dion aan de binnenzijde en aan de buitenzijde oprukkend Ivana Europort. Die effectief naar een 2e plaats gaat. De 4e plaats is voor Jelarni Evboko. Met 1,5 lengte achter de koppaarden op dit ogenblik dan Deerne BZ. En achter Deerne BZ is het Dawson City Jewel, laatste Piero Cavenga. Zo schuift het veld weer wat dichter in elkaar. Als we voor de tribune zo dadelijk komen met dan nog een volle ronde af te leggen. Hier op de stuivende baan, de galoppade, zien we daar voor Ghost Rider JC. En de deelnemers gaan zich zo dadelijk opmaken voor de laatste ronde. Geschakeld paard nummer 7. 7 galop. Een Ghost Rider JC is onder de bel van uitschakeling gevallen als we nu de laatste ronde ingaan. Met aan de kop Gigi, maar die heeft de concurrentie nu toch wel wat dichterbij gekregen. Nu in de vorm van Jelarni Evboko, die bij het indraaien van de koelboxbocht de 2e plaats duidelijk inneemt en zelfs nu naar voren gaat. Kleine galoppade voor Gigi. Nou ja, galoppade was het nog niet eens. Het was een onregelmatig gangetje. En ja, nu springt hij dan ook echt. Deelnemers aan de overzijde van de baan. Nummer 2 is uitgeschakeld, buiten de baan. Nummer 2 galop. Gigi is nu uitgeschakeld en we zijn voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. Met aan de kop op dit ogenblik dan Jelarni Evboko. Een lengtevoorsprong. Intussen op de 2e plaats uitgekomen. Deerne BZ. Dan Dawson City Jewel. Met aan de binnenzijde daarvan Ivana Europort. Daar zijn wat problemen voor Ivana Europort en Dawson City Jewel. Een tweeling tegen wil en dank als de paarden de laatste bocht ingaan. Met aan de kop Jelarni Evboko. En die gaat gemakkelijk vrijwielend weglopen hier. Op de 2e plaats is het Deerne BZ en zo komen de bocht dan door. Intussen is Piero Cavenga uitgeschakeld naar de nummer 6 galop. 3e plaats, terwijl Ivana Europort uit koers is. En in de laatste rechte lijn zijn en het toch hadden. Jelarni Evboko is die leidt. Jelarni Evboko die heeft 3 lengte voorsprong op Deerne BZ. En op de 3e plaats erachter dan Piero Cavenga. Duidelijke afstanden tussen de paarden. En we gaan op weg naar de finishlijn. Jelarni Evboko is de winnaar. Op de 2e plaats is het dan Deerne BZ. En daarachter dan Piero Cavenga.